Er zijn twijfels of het dak van het Goffertstadion wel veilig zou zijn. Deskundigen maken zich namelijk zorgen over roest dat gevonden is op de constructie. Volgens onderzoeker Pasterkamp is het metaal bij de bouw van het stadion niet goed behandeld. Verder zouden er ook fouten gemaakt zijn bij de berekening van de windbelasting van het dak. Iets dat zorgelijk is, zeker met het stormachtige weer van deze week. Volgens NEC is het dak gewoon veilig, maar moet er wel onderhoud gepleegd worden. Dit zal in maart en april plaatsvinden. Zaterdag kan er dus gewoon publiek in het Goffertstadion voor de thuiswedstrijd van NEC tegen RKC.